Is een cijferslot eigenlijk wel veilig? YouTube zit vol met mensen die zo'n slot zonder moeite kunnen kraken. Maar ik geloof echt niet dat het zo makkelijk is. Dus ik kocht een goedkoop en een duur slot en zocht op hoe ik ze precies kan kraken. En ik schrok toen ik zag dat het eigenlijk heel erg simpel is. Deze sloten hebben allemaal hetzelfde mechanisme. Buitenste cijferring met een binnenste ring en een gleufje. Waar uiteindelijk de schakel doorheen gaat. Ik begin met een goedkope slot. Ik stelde zonder te kijken een nieuwe code in en ging aan de slag. De bedoeling is dat ik ten alle tijde aan de bovenste ring blijf trekken. Daarna ga je op zoek naar het cijfer wat het lastigste draaien is. Deze draai je dan zachtjes door tot je een klik hoort. De bovenste ring krijgt dan meer speling. Als dit je is gelukt, herhaal je het bij elk cijfertje. En mijn eerste poging ging ongeveer zo. No way! Anderhalf minuut. Ik vertrouwde dit dure slot echt, want hoe duurder het slot, hoe veiliger toch? Nou, ik probeerde precies hetzelfde bij dit slot en dit is wat er gebeurde. It's not easy, because you need to test. Shut up. Nog sneller.